Draait hij al? Ja, loopt hij. Oké. Ja. Kun jij jezelf even voorstellen? Waar gaan jullie op letten? Ja, sowieso de kwaliteit van de film en wat voor verhaal erachter zit. En, we hebben nu 4 verschillende prijzen die we mogen uitreiken, met ieder zijn eigen categorie. Dus dan gaan we verschillende films in die categorieën neerzetten en kijken welke ervan de beste is. En de winnaar van Amsterdam in de beeld is Peter van Maren. De nieuwe prijs van dit jaar is Beste Maatschappelijk Initiatief. Uit de schaduw. En winnaar van de Hofprijs, Dina Ramos. We hebben het vorig jaar gehad. Toen hadden we eigenlijk Amsterdam van het jaar, hebben heel lang getwijfeld over 2 Amsterdammers van het jaar. En eentje was eigenlijk zo'n maatschappelijk initiatief. En toen hadden we daar geen prijs voor. En nu hebben we dit jaar dus wel een prijs voor zo'n maatschappelijk initiatief. Dus eigenlijk welke film het mooiste maatschappelijk initiatief aan ons laat zien eigenlijk? We hebben natuurlijk gewoon de beste algemene film van dit jaar. We hebben de beste film uit het ABVF Lab. En dan de Amsterdammer van het jaar. En dan het mooiste maatschappelijk initiatief. Ik denk dat de kwaliteit absoluut omhoog gaat. Er zijn veel wat langere films bij. Tegenwoordig de laatste tijd. Vroeger waren er veel meer kleine korte filmpjes. Wat me altijd weer opvalt is van ik ken zoveel plekken in Amsterdam nog niet. En wat leuk dat dit weer hier gebeurt. Het is een stuk moeilijker om nu te gaan kiezen wie er precies gaat winnen. Dan vorig jaar. Kibret was natuurlijk al heel erg betrokken bij Salto als maker. En toen hij dit festival opstartte, toen heeft hij mij gebeld of ik daarin mee wilde denken. En zo ben ik in de jury terechtgekomen. De eerste 2 of 3 edities, denk ik. En dat doet hij goed. En je ziet dat het steeds bekender wordt. Hè? Ook de partners die betrokken zijn bij het festival. Dus ik vind de ontwikkeling van de groei en de professionaliteit vind ik heel mooi om te zien.